Hi en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe PR pakketjes unboxing. Het is best wel een tijd geleden en ik kreeg nu zoveel in één keer dat ik dacht, ja, dit is het moment. Ik ga samen met jullie de pakketjes openmaken. De meeste weet ik wat erin zit, maar ik heb het nog niet gezien. En heel vaak met perspakketten zijn het zeg maar ook een soort van surprise pakketten van hier is een pakket voor jou, dit is een nieuw product, dit is wat extra's. Dus ik ben heel benieuwd. Keuzestress, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik ga gewoon met de kleinste beginnen. Ik ga gewoon niet hebberig zijn. Deze ja, dit weet ik. Dit is Popsocket. Ik verlies al allemaal dingetjes. En als je mijn vlogs kijkt, dan weet je dat ik altijd een Popsocket op mijn telefoon heb. Wat gebeurt hier allemaal? Ik heb een aantal nieuwe mogen uitzoeken. Deze, die is echt heel leuk met koeienprint. En deze met bloemetjes. Lekker zomers. Dan hebben we nog deze ook met bloemen, maar dan zwart. En ja, mocht je je afvragen in welke sferen ik zat. Oh, deze is ook heel leuk. Deze lijkt gewoon wit. Maar in hun spiegeling zitten er bloemetjes in. Dan hebben we nog een knalknal roze en een Be Kind. En ik heb ook nog, niet op de grond vallen alsjeblieft. Deze heeft losgelaten. Nee, dat kan ik ook even niet meer vastplakken. Losse aanhecht onderkantjes. Ik weet even basisdingetjes. Want je kunt ze zeg maar eraf halen. En dan dus wisselen. Dus je kunt echt letterlijk per dag zeggen, ik wil een andere popsokkertje. Zou me eventueel bij je outfit kunnen stylen. Maar ja, soms is het ook gewoon handig om dan dat basisding te hebben. Zodat je zeg maar ook weer op een nieuw hoesje opnieuw kan beginnen. Ik kan voorlopig wel weer even vooruit. Smile. Here you go. A box full of smiles. Ik weet wat het is. Want zij hebben mij een mailtje gestuurd of ik het wilde proberen. Voor een eventuele samenwerking. En ik vraag dan altijd van ja, mag ik het dan eerst proberen? Want ik wil eerst weten of ik er fan van ben voordat ik eventueel een samenwerking aanga. Dus toen hebben ze mij een trial pakket opgestuurd. En dit is dus zeg maar plasticvrije tandpasta. Dat we even openmaken. Het zijn tabletjes. Oeh, ze zijn veel kleiner dan ik dacht. En je stopt dus zo'n tabletje in je mond. Dan moet je er even op kauwen. En dan wordt het tandpasta. Dan kun je beginnen met poetsen. Wat zit er dan nog meer bij? Hier moet het zeg maar in. Dat je zo het op je hand kan schudden. Dat is van glas uiteraard. Want het gaat allemaal om dat het geen plastic heeft. En dit is een adult toothbrush. Love and care for your teeth and the planet. Oh, ik ben een beetje lomp vandaag, merk je het? Een bamboe tandenborsteltje. Ik vind hem wel een beetje dunnetjes. Ik hou er altijd wel van als het een beetje een grote borstel is. Maar ik ga hem sowieso proberen. Ik moet zeggen, ik heb eens een keer eerder bamboe tandenborstel gehad. En die ging op een gegeven moment schimmelen. En echt niet zeg maar in 3 maanden. Nee, echt gewoon na 2 weken of zo. Die waren van de Action, dus misschien was die kwaliteit niet zo goed. Oh ja, dit is een travel doosje. Dan kun je er een paar even in je tas doen als je dat handig vindt. Ik ben heel benieuwd. Mocht je het leuk vinden als ik een update erover geef, let me know. Ik ga het uitproberen. Ik heb ze er even in gedaan. Het ziet er super leuk uit. En het ruikt, het ruikt echt super lekker. Het ruikt heel erg fris. De volgende. Dit is een grote doos. Maar hij zit niet helemaal vol. Oh ja, dit is de nieuwe lijn van Garnier. Dat is de vitamine C-lijn. Er zit een micellairwater in. Micellair. Ik zeg altijd micellair. Als een micellairmannetje. Maar het is micellairwater. Sorry. Dit serum. Die heb ik al in gebruik. En er zat ook nog een huidmasker bij. Maar die heb ik aan Birdie gegeven. Want Birdie is nogal van de huidmaskers. Dit is een pakketje dat ligt er al een tijdje. Maar ik dacht ik laat toch nog even zien wat er nog meer in zit. Dit is een... wat is dan het verschil? Brightening Anti-Dark Spot Serum. En dit is een crème. Oké. En dan zit er ook nog een dagcrème in voor de doffe huid.
Ja, ik moet zeggen, ik heb wel het gevoel dat mijn pigmentplekje minder is geworden. Maar of dat nou komt omdat ik bruiner ben geworden of dat ik dit ben gaan gebruiken. Ik gebruik het wel iedere avond voor het slaapgaan. Dus het zou kunnen dat het heeft gewerkt. Maar ik kan het niet helemaal zeggen. Omdat ik daarnaast ook nog een andere crème ben gebruiken. Die je pas in de vlog hebt kunnen zien. Waar ik ook super fan van ben. Waar mijn huid ook heel egaal van is geworden. Dus ik vind het wel fijn spul. Maar ik kan niet precies zeggen of het echt specifiek de oorzaak is. Dat het pigmentplekjes lichter zijn geworden. Het is slecht Nederlands, sorry. Deze ben ik stiekem een beetje trots op. Zoals je weet, nou ja, dat zeg ik wel, misschien weet je niet. Ik heb super veel plezier van mijn shampoo en dat is van Moa. En laatst vroeg zij mij, nadat ik ik had een haarroutine update gedaan. Zij zei, vind je het misschien leuk om wat pakketten weg te geven? Want ze zag ook in de comments dat sommige mensen dan zeggen, oeh, toch wel prijzig voor een shampoo. En toen dacht ik, ja, dat vind ik super leuk. En nadat ik de winnaars had uitgekozen, dacht ik, oké, ik trek de stoute schoenen aan. Want mijn shampoo gaat gewoon richting op. Ik ga gewoon vragen of ze me een nieuwe kan sturen. Nou, en toen reageerden ze echt mega lief. En ze zei gelijk, tuurlijk, heb je de haarmelk wel eens geprobeerd? Dan stuur ik de haarmelk ook nog op. Dus, even kijken. Oh, wow. Oh, ik dacht letterlijk tussen shampoo en haarmelk. Maar er zit nog veel meer in. Er zitten twee serumpjes in. Het nachtserum en het dagserum. Super fijn voor nieuwe haargroei. Twee shampoos en één conditioner. Ik doe altijd langer met shampoos dan... Nee, met conditioners dan shampoo. Dus dat is top. Dan kan ik voorlopig weer vooruit. En dan is dit dus, zeg maar, die nieuwe haarmelk. Vegan hair milk for damaged hair. Rebuilding rice protein. Strengthening jojoba extract. Ik heb in ieder geval geen beschadigd haar. Dat kan ik wel zeggen. Moa Milk Lotion for hair ends keeps them soft, hydrated and strong. Apply 2-5 pumps of hair milk spray to wash towel dry hair. Oké. Ik ga het gewoon gebruiken. Ik ga eens kijken wat ik ervan vind. Ik ben er wel echt super super blij mee. Want ik heb met die andere set dus bijna een jaar gedaan. In augustus is een jaar. En de shampoo is nog niet helemaal leeg. Dus ja, ik kan in principe weer 2 jaar vooruit. Wat hebben we hier? Oh ja. Oh. Oké. Dit is een nieuw product van Maybelline. Ik zal ze even in de doos laten zitten. Dan kan ik ze allemaal laten zien. En dat is een 4-in-1 perfector. Dat wil zeggen een primer, een powder, concealer, BB cream. En dat allemaal in één. Maar ik vind het een beetje jammer dat ze me maar gewoon alle kleuren hebben opgestuurd. In plaats van me even te vragen welke kleur ik denk nodig te hebben. Of 2, weet je wel. Dus van, nou ja, ik heb nu een kleurtje van zomervakantie. Dus, ja, vakantie, je snapt wat ik bedoel. Het was natuurlijk nog geen zomer. En dat er bijvoorbeeld ook een lichtere bij zit voor de winter. Maar nu zitten er ook echt 3 supermooie donkere bij. Die ik natuurlijk nooit ga dragen. Ja, die moet ik eigenlijk even aan iemand weggeven. Daar moet ik even over nadenken. En er zitten dan ook nog light en light medium. Nou ja, ik ben wel benieuwd naar het product. Dat dan weer wel. En ik vind het wel mooi dat ze echt ook zoveel verschillende tinten hebben. Dat is top. Wie kan ik dat geven? Nou ja, ik ga erover nadenken. Laat ik de grote pakken. Want... Dat wilde ik stiekem al de hele tijd. Dit is een doos van de Ethos. Want die hebben een nieuwe skincare ontwikkeld. En zij vroeg mij of ze een lijn mocht opsturen naar de hand van een huidanalyse. Die ik bij hun op de website heb gedaan. En brapapapam, verrassing, daar kwam gevoelige huid uit. Dat wisten we natuurlijk al lang. En dit is echt een doos. Dit is niet normaal. Kijk even hoe vol die zit. Oké, ik ga ze even 1 voor 1 eruit halen. We hebben een micellair water. Oh, in 1 keer goed gezegd, jongens. Een eye makeup remover lotion. Een nourishing milk. Een gentle face wash. Ik weet van de helft van de producten. Gebruik ik gewoon niet zo. Eye makeup remover lotion pads. Gentle night cream. Nourishing gel to milk.
Maar is dat dan een remover? Ja, een make-up remover en gezichtsreiniger in één. Dat is op zich wel fijn. Kan ik dan mooi op die watjes doen. Exfoliating peeling. Nog een micellair water, maar dan waterproof. Remove waterproof make-up. Niet normaal, dat is put. Dan hebben we ook nog make-up wipes. Ben ik zelf niet zo mega fan. Ja, op vakantie of zo is het wel handig. Maar over het algemeen ja, is make-up wipes gewoon niet volledig cleaning. Nou, en hoe andere dingen die dat wel zijn. Refreshing face wash. Nog een eye makeup remover oil pads, maar nu waterproof. Een refreshing tonic. Dit is niet normaal. Ik kan me soms nog niet helemaal beseffen dat ik dit gewoon krijg. Laatste. Softening. Wat een raar woord. Softening. Face cleansing cream. Removes make-up. Dit is allemaal wel echt om je make-up eraf te halen. Oh, er zit ook nog een briefje bij. Wat leuk. Hi Sophie, we zijn erg blij dat je de producten wilde ontvangen aan de hand van de huidanalyse. Bij deze voor jou de skincare producten. Liefs, Anne. Cute! De doos is ook roze binnen, daar hou ik ook van. Nou. Ik ga hier wel een aantal dingen van weggeven, want mijn moeder heeft precies dezelfde huid als ik. En best wel veel dingen zijn volgens mij wel een soort van hetzelfde. Zoals een softening face cleansing en een refreshing face wash. Ja, volgens mij haalt het alle twee make-up eraf. Dus ik denk dat ik gewoon de helft aan mijn moeder ga doen. Ja, wel, ik vind het ook een hele mooie vormgeving. Kunnen jullie dat goed zien? Misschien moet ik heel even opdrukken. Ja, heel mooi clean, zacht roze. Daar hou ik wel van. Ik kom er nog maar net bij. Oh, oeh, zo. Dit is een pakketje van Garnier weer. Maar in plaats van de skincare. Ja, zitten hier de haarmaskers in. Dit zijn 98% natuurlijke haarmaskers. En dit is papaya hair food. Oh ja, hair food noemen ze ze, ja. Een 3-in-1 masker. En deze is repairing. Zo. Oeh, dat is wel heel zoet. Zo. Ik moet er bijna van hoesten. Zo gaat het mijn neus in. Nou, dan verwacht ik van een banaan nog veel meer zoet. Oh, dit vind ik wel lekker, want ik hou wel van banaan. Ja, je gaat natuurlijk ook niet die hele pot in je haar stoppen. Wat hebben we hier dan? Aloe vera. Banaan is nourishing en aloe vera... Deze is lekker. Dit is niet zoet. Dit is top. En dit is hydrating. Watermeloen. Als kers op de taart. Oh nee, dit is hem niet. Oh, dit ruikt echt naar goedkoop snoep. Sorry jongens. Zo, dit is niet best. Ken je van die watermeloen snoepjes? Daar zit zuur in als je die kapot bijt. Dat. Letterlijk. Ja, misschien vind jij het heel lekker in je haar. Dan is het top. Maar voor mij is het iets te zoet. Ik kan wel voorlopig, nee. Ja, ik ga sowieso even ook mooie winactie binnenkort doen. Ga ik even meerdere pakketten maken met spullen om iemand blij mee te maken. Of ik hoop eigenlijk twee pakketten, zodat ik twee mensen blij kan maken. En daar ga ik dit ook voor bewaren. Misschien dat ik dan deze zelf, want het is de enige die ik lekker vind. En dan de laatste. Oef. Dit is weer de nieuwe lijn van My Muesli. Die hebben jullie vaker voorbij zien komen. Ik heb daar een lange termijn samenwerking mee. En dit zijn de zomermuesli's. En dat betekent dat je... Oh, dit vind ik jammer, hè? Ik wil dat alle voorkanten naar voren staan. Dat je de zomerminis weer krijgt, gratis krijgt bij je bestelling. Als je bestelt via de link in de beschrijving. Die ik in de beschrijving zal zetten. Deze zit zelfs op zijn kop. Even kijken hoor. We hebben summer muesli. En blueberry lemon cake. En pink granola. Superleuk. En dan zitten er ook nog grote versies. Oef. Dit is een van mijn favorieten. De Choco Strawberry Choco.
Dan hebben we de, ook een grote versie van de Blueberry Lemon Cake. De Pink Granola. En die is met granola, frambozen, cranberry choco's, roze hartjes en besjes. En dan hebben we hier nog de Summer Muesli. En die is met appel maracuja crunchies, yoghurtplaatjes. Dat zijn gewoon zeg maar yoghurt chocolaatjesachtig. Ben ik nou ineens donker? Kokoschips. En heel veel liefde. Nou, ik ga ze wel weer testen hoor. Ik ben heel benieuwd. En mocht je dus benieuwd zijn, dan krijg jij ook de minis bij je bestelling via de onderstaande link. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Als er producten bij zitten waar je meer van wil weten of waar je van graag van wil dat ik ze test, let me know. Dan ga ik dat zeker doen. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.